Toen ik 16 was, schaatste ik graag. Nou, ik kon het eigenlijk ook best wel aardig. Ook die avond ging ik naar de ijsbaan samen met mijn vriendin. Terwijl we langs de kant zaten en onze schaatsen onderdeden, keek ik naar de baan en keek naar de mensen die schaatsten. Zag ik dat nou goed? Ja, nee, echt. Dat was Anjo, het stuk van de school. En hij schaatste ook nog hartstikke goed. Dit was mijn kans. Ik moest op een of andere manier in zijn vizier komen. Ik had een plan bedacht. Ik zat daar en hij kwam uit de bocht. En ik denk, als ik nou op het goede moment afzet, dan kom ik voor hem. En ik time en ik zet af. En bam, daar lag ik, plat op het ijs. Wel voor de voeten van Anjo. Mijn hoesem niet afgedaan. De pijn was niet te beschrijven. Fysiek viel het reuze mee. Dat viel het niet bij mijn zielepijn. Mijn zielepijn van schaamte. Hoe kon ik ooit weer naar deze baan? En ik schaatste zo graag. Ik heb mijn pijn overwonnen en ik ben weer gegaan. Ik heb het lef gehad. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, niet op de avond dat Anjo schaatste. Maar het was een beginnetje. Ja, ik ben nog heel vaak geblunderd en gevallen. Ook in mijn latere werk. Ik begon als regiomanager in regio Noordoost-Nederland bij een hele grote landelijke cateraar. Ik werkte daar intensief met mensen. En wat ik heel snel leerde, was dat als er problemen waren, dan was het bijna nooit over de inhoud. Maar het was altijd gedoe tussen mensen. Herkennen jullie dat? En ik leerde nog iets anders. Want als er geen gedoe was en mensen zaten goed in hun vel, dan konden ze alles aan. En dan ging het geweldig, dan excelleerden ze. Ik besteedde dus heel veel tijd aan mensen. Ik coachte ze, sprak ze aan op hun verantwoordelijkheid. Maar ik coachte ze ook om te leren wat het effect was van de manier waarop zij communiceerden en hun houding en gedrag op anderen. Ja, als toegankelijke baas kreeg ik zelf ook feedback, ook ongevraagd. Zo kwam ik weer bij een vergadering, echt helemaal in het zweet, file. En ik kwam binnen, blij dat ik er was, roept een van de medewerkers aan het publiek. Fella, dit is nu de tweede keer dat je te laat bent en ik baal daarvan, want het is ook onze tijd. Nou, normaliter hoor je dan te reageren door de feedback in ontvangst te nemen. En de echte toppers, die kunnen dan ook nog doorvragen. Nou, zo'n topper was ik toen nog niet, nu ook nog niet altijd. En wat zei ik? Nou, dan lijkt het me goed om nu te beginnen. Dan scheelt dat weer tijd. Ja, ik moest natuurlijk ook leren. En was verder van ideaal in dat opzicht. We gingen verder. En het ging goed met het bedrijf. We werden heel succesvol, zelfs marktleider in Noordoost-Nederland. Maar de rest van het bedrijf ging het helaas niet zo goed. We hadden financiële problemen. En het antwoord van de holdingdirectie, ja, dat was centraal, hiërarchisch, top-down opgelegde maatregelen. En wat ik zag, de mensen begonnen te mopperen. Maar ze werden ook angstig. En de flow ging eruit. En daar baalde ik van. Want we hadden juist zulke goede resultaten. Tijdens een managementteam probeerde ik mijn baas te overtuigen van het feit dat niet hiërarchisch, maar juist coachend leiderschap veel beter was. Dan presteerden mensen toch veel beter. Zij waren het toch die die klanten bedienden. Zij haalden het geld toch binnen. Wij moesten juist hun faciliteren. Het antwoord van mijn baas op dat moment was, Fella, het wordt tijd dat jij gaat staan voor de zaak en niet voor de mensen. En toen dacht ik, maar dat is toch hetzelfde? Ik bleef in mijn overtuiging, want ik wilde niet falen. Ik wilde juist het goed doen. En juist omdat ik niet wilde falen, bleef ik proberen mijn baas te overtuigen. Dat lukte niet. Dit werd de steen waar ik over struikelde. We kwamen niet meer bij elkaar en ik ben weggegaan. Ik wilde op zoek naar een nieuwe baan. Het liefst weer veel met mensen. Maar ik wilde ook nog wat anders. Zingeving. Ja, die leeftijd had ik inmiddels ook. En ja, dan kom je al snel in de zorg. En daar kwam ik ook, bij een heel mooi groot ziekenhuis, hier vlak in de buurt. Ik werd eindverantwoordelijk manager van het hartlongcentrum. Een prachtige tijd gehad. Ik was echt onder de indruk van de medisch-inhoudelijke hoogstandjes. Wereldniveau, echt. Dat in schril contrast met de enorm professorische logistiek.
de verzuiling, totaal niet samenwerken. Dat puzzelde me. En wat ik ook merkte, het leek erop dat er een machtsstrijd gaande was. Tussen enerzijds wij, de managers, en anderzijds zij, de dokters. En die machtsstrijd leidde in de rest van de organisatie tot angst. En angst is natuurlijk een slechte raadgever. Mensen hielden zich krampachtig vast aan regels en protocollen. Want ja, daar kon je in ieder geval wel van op aan. Dat was zekerheid. En eigenlijk altijd als ik vroeg, maar jongens, we zouden dat toch ook anders kunnen doen? Waarom doe je dat zo? Was stevast het antwoord, ja, maar we doen het altijd al zo. En eigenlijk wilden ze dat ook niet veranderen. Want stel je voor dat dat niet zou lukken. Wie staat er dan voor het hekje? Ja. Maar die enorme focus op regels en protocollen, focus op papier, was dat geen schijnveiligheid? Voor mijn idee moest er veel meer aandacht gaan naar de werkelijkheid. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe doen we dat? Ik liep op een gegeven moment langs het secretariaat van een van de polies. En ik zag dat het niet zo goed ging met de secretaresses. Ik liep naar binnen en vroeg, dames, wat een gestres, wat is hier aan de hand? Nou, ik kreeg een lawine over me heen, dat die dokters, die waren gewoon niet aardig. Ze werden afgeblaft, uiten hun frustratie op de medewerkers. Zo was het niet leuk werken. Nou, daar zat wel wat in. Toen bood ik aan, ik zei, dames, zou het misschien helpen, want wat is er aan de hand? Ja, ze hebben het hartstikke druk, maar ja, dat hebben wij dus ook. En toen stelde ik voor, maar zou het helpen als jullie dus onverwacht een kopje koffie brengen? Nou, alsof ik een oneerbaar voorstel deed. Luister, dat doe je niet. Wij zijn geen voetveeg van de dokter. Ik dacht 's middags, ik ga toch eens even langs die dokters. Aan het eind van de middag, ik liep langs ze. Ik zeg, heren, ja, het waren allemaal heren. Heren, hoe gaat het met jullie? Nou, zeiden de heren, Vella, we balen ongelooflijk. We hebben 4 weken geleden al aangegeven dat uw printer kapot is en nog steeds is hij niet gerepareerd. En weet je wat dat betekent voor ons? Dat de poli in het honderd loopt, dat wij heel veel extra werk moeten doen en dit is geen werken gelijk. Toen bedacht ik iets. Ik zei, mannen, als ik ervoor zorg dat deze week de printer of gerepareerd is of er staat een nieuwe, daar zorg ik voor, maar jullie moeten één ding voor mij doen. Nou, wat moesten ze dan doen? Zouden jullie voor mij deze week langs willen gaan met de secretaresses? Breng ze een kopje koffie en complimenteer ze eens hoe geweldig ze jullie ondersteunen. Zij wilden de printer, dus ze gingen ervoor. De sfeer op de afdeling was onmiddellijk anders. Natuurlijk had uw printer daar ook mee te maken, maar was niet het belangrijkste. Ze gingen vanaf dat moment echt anders met elkaar om. Het ging goed. We gingen lekker. We gingen hartstikke goed. En we verdienden veel geld voor het ziekenhuis. Maar toen kwam er een kentering, want het hele ziekenhuis ging het niet zo goed. Er kwam een financiële crisis. Het antwoord van mijn baas, de raad van bestuur. Bezuinigen en een grote reorganisatie. Vanaf dat moment begonnen mensen te mopperen. De flow ging eruit. En er was nog maar één gesprek van de dag. Staat mijn naam ook op dat lijstje van mensen die eruit moeten? Ik dacht, dit is niet de goede manier. Opnieuw probeerde ik in het managementteam mijn baas en mijn collega's te overtuigen van het feit dat hiërarchisch leiding geven, dat het gewoon niet werkt. Je kunt veel beter coachend leiderschap toepassen en neem ze nou mee. Laten we met z'n allen gaan bedenken waardoor we het beter kunnen doen. Opnieuw zat ik in dezelfde vicieuze cirkel. Ik bleef overtuigen, want het was mijn overtuiging dat ik hun moest overtuigen van hun ongelijk. En alleen dan zou de wereld gaan veranderen. Nou, die veranderde ook, want ik viel weer over dezelfde steen en ik vertrok. Tja, als dit bestuurders zijn en ik kom niet verder, dan zit er maar één ding op. Zelf bestuurder worden. En dat lukte. Ik werd bestuurder in een prachtig gezondheidscentrum hier in Zwolle. Ik was onder de indruk van de passie van de medewerkers. Wat een mooi bedrijf. Maar ook hier was veel angst. Angst. En men sprak niet met elkaar. Ook niet zo gek overigens, want in de afgelopen 10 jaar zijn er 10 verschillende bestuurders geweest. Dus ja, zo gek was dat niet. Opnieuw stelden we een leiderschapsprogramma op, een cultuurprogramma. En persoonlijke ontwikkeling en coachend leiderschap stond weer centraal. We gingen ermee aan de slag
En op het moment dat ik aan de medewerkers vroeg, waarom hebben jullie het nu altijd over de protocollen en regels? Want bijna alle problemen die er waren, daar werd er een oplossing gezocht. En heel lang ging dat over of die regel nou A of B of C moest. En omdat we niet konden kiezen, werden alle regels opgesteld. Dat was het antwoord om te gaan met dilemma's en om te gaan met onzekerheid. En ik dacht, hoe krijg ik ze nou naar de echte wereld? Want het gesprek moet er natuurlijk over plaatsvinden. Want het gaat om dilemma's. En laten we wel zijn, veiligheid in de zorg, ja, dat willen we allemaal. We willen natuurlijk dat we wel de beste zorg krijgen. En die dilemma's, die zijn niet klein. Zo liep ik door de oefentuin, vorige week nog volgens mij. En ik ving een gesprek op tussen een revalidant en een therapeute. De revalidant, man van een jaar of 50, liep achter een rollator met een... Een prothese. Terwijl ze aan het oefenen waren, hoor ik hem tegen haar zeggen, zo, ik wil het nu eens even zonder rollator proberen. En de therapeut, nee, dat gaan we niet doen, want dat is nog niet veilig. Waarop de man zegt, waarom niet? Ik wil het gewoon proberen, het voelt goed. Nee, zei de therapeut, weet u heeft ook nog last van het evenwichtstoornis, ik vind niet verstandig dat u dat doet. De revalidant was ook niet voor de poes en die werd boos. En die zei, maar ik sta erop, ik wil het toch. Maar de angst van de therapeut won. En het gebeurde niet. Wat ik wel mooi vond, is dat ze bleef ermee zitten met het vraagstuk. Had ze nou goed gehandeld of niet? 'S Avonds heeft ze met een aantal collega's dit dilemma besproken. En ze kwamen tot prachtige inzichten. Ze zijn tot het inzicht gekomen, de volgende keer als ons dit weer gebeurt... dan moeten we inderdaad de patiënt erop wijzen dat het wel of niet verstandig is en wat mogelijke consequenties zijn. Maar als desondanks die revalidant dat toch wil, is het zijn verantwoordelijkheid. En dan mogen we loslaten. Ook al valt de revalidant. Want laten we wel zijn, ook letterlijk vallen, daarvan leer je opstaan. En dan word je sterker en beter van. Het ging goed. Het ging opnieuw goed. Maar één ding had ik niet goed ingeschat. Ik dacht dat ik nu ongestoord mijn visie kon neerzetten. Maar ik had toch weer een baas. De opperbaas. Raad van toezicht. Ja, daar moet ik verantwoording aan afleggen. En de raad, dat doen raden meer, vragen eigenlijk heel veel verantwoording. Lijstjes, doe maar. En op een gegeven moment had ik een prachtig plan. Een prachtig plan wat in deze tijd, ja... heel visionair is, maar ook heel veel beloftes had. Ik presenteerde het plan aan de Raad van Toezicht en in al mijn enthousiasme. Ik liet ook zien waarom het juist nu de timing goed was, waarom het nu zo noodzakelijk was in deze tijd van zorg. En toen ik klaar was, dacht ik, nou, kom maar op met jullie complimenten. Het is toch geweldig gedaan. Maar dat gebeurde niet. Het bleef even stil. En de eerste vraag die gesteld was... Ja. Maar wij missen nog een overzichtje met alle mogelijke risico's. Oh, en ik dacht, nee, dit gaat toch niet gebeuren? En de tweede vraag was, maar hoe weet je zeker dat dit gaat lukken? En ik dacht, nee, waarom? Snappen ze het dan niet? We gingen verder. En het ergste was, ze bevroegen me steeds meer op lijstjes, op... beheersmaatregelen. En hoe zat dit en hoe zat dat? En ik werd er eigenlijk heel erg chagrijnig van. En ik begon me af te zetten. En dat kan ik best goed. En ik snapte het niet. Ik raakte echt moedeloos, maar ook wel gefrustreerd. Wordt dit nu de derde keer dat ik hierover ga struikelen? Die week gebeurde er iets. En dat veranderde alles. We hadden een bijeenkomst met allemaal leidinggevenden. En een van de leidinggevenden wilde graag een dilemma bespreken. Dat doen we graag, dus hij legt zijn dilemma voor. Op zijn afdeling waren ze bezig met de vakantieplanning. En ieder jaar deden ze dat met elkaar. Met elkaar losten ze dat op. Zo ook dit jaar. Maar één medewerker wilde niet meewerken. Zij zei, nee, ik ga niet extra uren werken. Ik blijf werken wat ik doe en dat doe ik niet. De leidinggevende in kwestie werd daar heel erg boos over en heeft aan het publiek... ook tegen de medewerker gezegd dat hij ervan baalde, want zij was niet collegiaal, ze zette het team onder druk en de oplossing die bleef in het ongewisse. Hij wilde zo graag naar die oplossing dat hij probeerde te blijven overtuigen,
En hij ging druk uitoefenen. Maar de sfeer op de afdeling was om te snijden. Zijn vraag, wat moet ik doen? De collega's begonnen vragen te stellen. En al snel bleek dat de medewerker in kwestie, die niet mee wilde doen, die had een burn-out gehad. Waarop een van de collega's zegt, maar luister, is het niet beter haar een gigantisch compliment te geven? Ze begint nu eindelijk haar grenzen aan te geven. En ons is inmiddels ook duidelijk geworden dat de andere medewerkers ook redelijk onder druk staan. Waarom huur je niet gewoon een extra kracht in? Het gezicht van de man in kwestie vergeet ik nooit weer. Hij keek alsof hij een wonder aanhoorde. Hij zat zo vast in zijn eigen patroon, zo vast in zijn eigen overtuiging. Dit had hij simpelweg niet bedacht. Ik fietste naar huis en ik overdacht alles nog eens. En ik dacht, wat fascinerend hoe iemand toch zo vast kan zitten in zijn overtuiging. Wat fascinerend dat je dan probeert die ander te veranderen. Het is toch onvoorstelbaar. En ineens kreeg ik een aha-erlevenis. Toen viel het muntje. En ik dacht, my God, dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Ik zit helemaal vast in mijn overtuiging. Ik wil mijn baas veranderen. Maar die gaat niet veranderen omdat ik dat wil. Ik was toch best wel empathisch. Maar waar was mijn empathisch vermogen naar mijn baas? Waar was mijn kritische zelfreflectie? Nee, ik was er zo van overtuigd dat ik gelijk had, dat ik me geen seconde heb afgevraagd waarom zij al die verantwoording van mij wilden. Ik had het uitgelegd in wantrouwen jegens mij. De volgende dag, ik heb de vraag gesteld. En zij, waarom willen jullie toch al die informatie? En het antwoord was voor mij ontluisterend. Toen zei de voorzitter, weet je Fenna, we zijn hartstikke blij met je, echt geloof me. Maar je enthousiasme en je ondernemerschap, je gaat zo snel. Wij worden daar een beetje onrustig van. En ja, wij willen dan wel zeker weten dat het goed gaat. Nou, dit had ik dus nooit zelf bedacht. Ik was degene die dus geen angst wegnam, maar angst creëerde bij mijn baas. Onze karakters zijn nog steeds heel verschillend. Maar we leren er wel steeds beter mee om te gaan. En af en toe wrijft het nog behoorlijk. Maar ja, zonder wrijving geen glans, zeg ik dan. En door het per se goed te doen en niet te willen falen, bleef ik krampachtig vasthouden aan die overtuiging. Maar wat ik het meest bijzonder vond, dan heb ik zoveel ervaring, maar ik zag de balk in mijn eigen ogen niet. Angst om te falen was en is dus ook mijn beperking. De raad en ik zijn nog steeds heel verschillend, maar het gaat goed. De organisatie, een organisatie laten excelleren, ja, begint bij het beste uit je medewerkers halen. Maar het beste uit jezelf halen, dat haal je niet uit een boek. Dat haal je door te doen, door te blunderen, door te vallen en weer op te staan. En dat begint bij mij als bestuurder. Want als bestuurder kan ik de organisatie niet verder coachen dan ik zelf ben. Perfect.